Hele goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb al lang gezwommen, ontbeten en Nessie ook. En ik ben Nessie nu even aan het klaarmaken, even zijn trui aan en zo, want hij gaat voor het eerst naar beneden hier. En dan gaat hij lekker in een bar even een slushpuppy drinken, daar heeft hij zin in. En dan breng ik hem weer even terug naar zijn kamer. Nessie, je hebt er zin in, toch? Ja. Lekker een slushpuppy, hè? Zo. Die trui aan, we hebben dus van die truitjes voor hem meegenomen. En allemaal een beetje met zo'n wijde hals, zodat hij het heel makkelijk aan kan doen. Heb je nog lekker parfum op of zo? Wil je dat vandaag niet? Nee. Heb je slippers? Nee, voor mijn lief, hè? Ja, heb je slippers? Ja, dat wordt grappig. Oké. En voor de rest nog wat. Oh, je hoed wil je zeker op, hè? Ja, die heb ik al op, hoor. Ja. Hij heeft zijn hoed al op. Kom, Nini. We gaan lopen, Jelle. Kom. Mooie Adidas slippers allebei. Moet wel even aan mij vasthouden, hè? Kom. We zitten op de eerste verdieping, maar we gaan met de lift, hè? Ja. Een hele goede avond alweer. Ik heb vandaag lekker lopen zwemmen, eten. Dat heb ik eigenlijk nog meer gedaan. Dat is het eigenlijk een beetje eten en zwemmen. Ik ben best wel bruin geworden, zie ik. Mijn haar zit vandaag ook echt heel goed. Ik heb het echt maar heel kort gefund, gelukkig. Ik heb vandaag voor de eerste keer na een heel lange tijd, en ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, ik heb weer even voor de verandering nepwimpers op. Je merkt gelijk dat je ogen naar iets zwarte ogen of zo. Zo donker, zeg maar. Maar ik vind het wel mooi. Ik hoop alleen niet dat ik straks weer echt heel erg op de lijm reageer. Vooral in deze hitte. Ik heb een topje aan van de Zara. En daaronder heb ik zo'n mom jeans van de... Die heb ik dus zelf afgeknipt. Hij is heel erg fijn. Ik laat jullie echt aan om mom jeans gewoon kort te knippen. Want die zijn het fijnste. En mijn slippers eronder waar mijn voeten niet meer in passen. Ik ga stuk. Echt een lekkere zomerlook. Het is bijna 6 uur, dus het avondbuffet gaat zo open. Dan ga ik even voor Nessie eten opscheppen. Nessie wil nog steeds vandaag even uitrusten. Vandaag wel samen even naar de bar gegaan. Hij heeft even een drankje gedaan. Ik vond het wel chillen, hè, Ness? Ja. Maar hij wil nu heel graag weer uitrusten, dus ik ga zo even eten voor hem halen. En daarna gaan ik en Emine even naar Terra City. Dan kunnen we ook even een beetje shoppen. We blijven daar niet zo lang, een uurtje of zo. Dan komen we even terug naar Nessie. Maar het is een beetje de planning. Parfum of the day, Poison Dior. Ik ga weer van die Turkse parfums halen hier in Antalya. Die zijn best wel sterk en dat vind ik eigenlijk wel lekker. Zo, ik ben als eerst klaar. We hebben over een kwartiertje afgesproken. Dus ik denk dat ik even gewoon snel even naar het restaurant toe loop. Om eten op te scheppen, rustig voor Nessie. En dan gaan we gewoon gelijk daarna even door. Zo, ze hebben van vandaag Turkey Tandoori. Ik was toch een beetje te vroeg, want het restaurant was op 15 minuten. Maar gelukkig hebben we elkaar. Alles goed, jongen. We zijn op de shoppen vandaag. Ja, sowieso. We hebben heel weinig kleren meegenomen. Ja. We dachten we gaan hier veel shoppen. Ja. Maar dat lukte niet de eerste paar dagen. We gaan gewoon even lekker kleren halen. En we hebben wel meer nodig dan dat. Ja, we zijn gewoon niet zo goed ingepakt, zeg maar. Dus we moeten nodig eigenlijk naar het winkelcentrum. En we gaan vandaag ook even buiten eten, hè? Ja. Ik kan even eten voor Nes, maar wij gaan zelf buiten eten. Omdat wij het eten vinden wij niet zo heel erg lekker, hè? Vaak hetzelfde, omdat het al in moet. Maar vanwege corona heb je dus eigenlijk niet meer zoveel aanbod. Omdat ze gewoon ook veel minder aanbieden nu. Je hebt echt letterlijk elke dag de keuze uit 6 gerechten of zo. En that's it gewoon. Ik heb vandaag net wimpers op, zie je dat? Ja. Vind je het anders? Ja, ik vind het ook wel. Lang, hè? Ja, ja, hè? Maar dit is wel meer volume. Je ziet wel gewoon gelijk een verschil. Wat heb ik? Je hebt echt altijd heel... Kijk, ze hebben altijd net wimpers op, maar je ziet het bijna niet of zo, hè? Ja, mensen denken altijd mijn eigen wimpers. Ja, het is echt heel mooi natuurlijk. Maar ik vind dat het mooiste eigenlijk. Voilà. Ja, bij mij past het niet. Nou, daar gaan we weer, jongens. Bordje gevuld voor Nes. Hij wou kip met rijst. Beetje sarma en watermeloen. Huppakee. Zij heeft dus deze bed gehaald. Van deze man. Ging je nou naar hem zwaaien? Nou, we zijn er. Wij zitten in een taxi. Hoe? Ik wou jullie nog even vertellen over onze ervaring gisteravond. We gingen helemaal los, als jullie zagen. We hebben even gedanst en gezongen. En er was dus zo'n guy daar die dus heel veel had gedronken. En hij ging dus zijn ex, denk ik, of vriendin opbellen. En dan ging hij in het Turks met haar praten, maar ik versta dat niet. Toen ging zij helemaal uitleggen wat hij aan haar had gezegd. En toen ging ik echt zo stuk.
Maar hij ging ook echt gewoon heel hard schreeuwen. Dus iedereen hoorde hem. Maar hij zei zoiets van tegen die chick van... Ik heb zo lang gezocht, maar er is niemand beter dan jij. En wat zei hij nog meer, Eminem? Kapot haat, dus hij zei echt veel van je. Ja. Er is niemand zoals jij. Er is niemand zoals jij, maar echt kapot hard, hè? Maar iedereen hoorde hem ook. Heb jij me Maar ik wist dus niet wat hij aan het zeggen was. Hij zegt, je hebt wel of altijd. Nee, wij gaan er zitten. Maar ik wist dus heel erg niet wat hij zei, tot zij het ging vertalen. Ik ging helemaal sterk. Hey, wat ben jij mooi. Hey, hallo. Kijk hoe mooi. Katten in Turkije zijn echt veel dunner. Oversteken hier is abnormaal. Oha. Oké. Nou jongens, we zijn er. We gaan hier even lekker shoppen. Gelukkig maar, want het is super warm buiten. Wij zitten nu bij Midpoint. Thank you. We hebben een English one. Ja, zeker. En wij gaan hier lekker eten. Dit is mijn bestelling. En we konden niet kiezen, dus twee keer gewoon hetzelfde. Maar hij is wel echt heel erg lekker. Dit is dus pasta met kip en champignons. Wij zijn dus bij de Turkse Zara en we hebben best wel veel leuke dingen gezien, of niet, Em? Ja, echt. Dus aan het passen. Ik heb hier ook allemaal leuke dingen. Maar ik heb altijd, ik zei dat net ook al tegen haar, van als ik één ding leuk vind of één kleur leuk vind, dan moet ik er gewoon alles van hebben. En ja, daar moet ik gewoon echt mee stoppen. Ik moet gewoon even andere dingen ook leuk vinden. Maar ja, vandaag heb ik bijvoorbeeld een rode topje aan. Dat heb ik ook bijna nooit. Ik heb bijna nooit rood aan. Jongens, wij zijn geslaagd. Op to the next shop. We gaan nu naar Cotton. Ik ga straks wel even een shoplog voor jullie houden. Ik kan raden waar wij nu zijn. Wij zijn bij de Starbucks in Turkije. En ik wil even testen of ze hier amandelmelk hebben. Dat hebben ze dus. Dat wordt je hulp. Oh nee. Stuk. Ik wil ook dat de camera ook in hun gezicht vond. Zo random. Wij zijn weer onderweg naar het hotel. Het is inmiddels al 10 uur. Dus we hebben best wel lang geshopt ook gewoon. Ik heb net zo even gebeld. Het ging heel goed met hem. Hij voelt zich echt beter, hè? Ja. Hij voelt zich echt beter vandaag. En ik ben ook echt blij dat ik even naar beneden ben gegaan met hem. Ik kon nu ook even naar buiten gaan, want hij is best wel geïsoleerd. We hebben onze koffer meegenomen. Richting het hotel. I'm back with the Nassima! Heb je me gemist? Ja. Hoeveel heb je me gemist dan? Oh, heel veel. Heel veel. Nee. Hij voelt er niet op. Maar hij staat er niet op. Oh, hij, ik voel me al schuldig als ik bij jou weg ga, Nien. Nee, dat hoeft niet, hè. Ik wil dat je het ook een leuke tijd hebt. Maar Nini. Doe bij de camera zo. Weg. Kan ik je ook wegknippen, hoor. Nee, dat wil ik niet. Maar wat heb je wel gedaan dan? Wij zijn erheen gegaan, toen hebben we bij die Midpoint gegaan. Was lekker. Jawel. Toen? Sarah gegaan. Oh. Onderbroeken voor jou gehaald. Van de Sarah? Nee, van een andere winkel. Van de... Die Cotton. Oh, lekker. En ik heb nog een paar dingetjes gehaald. Ja. En toen ben ik teruggekomen. Oh ja, maar je ligt en... over één ding. Je bent nog ergens toe geweest. Oh, naar de Starbucks. Ja. En ze hebben amandelmelk hier. En toen zijn we de taxi ingegaan. En toen ging Emmanee. Ja. Toen ging ze niezen. En toen schrok die chauffeur weer. Schrik je als je niest of zo. En toen gaf hij weer kolonje zo aan ons. Doe maar op je hand. En hebben we schut gestaan. En toen zei ze tegen hem van, ben je bang voor me? Ik heb geniet. Zegt hij, nee, dat doe ik altijd. Ja. Maar hij is echt gewoon precies daarna toen ze ging niezen. En ze komt toch voor corona. Dus leuk hoor. Kom je weer naar beneden? Ik wil eigenlijk een ijsje gaan halen. Ja, kom dan. We willen dat je meegaat. Oh, gezellig hoor. Ja. Ga ik me even omkleden, ja? Ja, oké. Ik leg mijn camera even hier neer. Ik ga jullie namelijk even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Als die blijft staan. Genoeg hoor, jongens. Ik heb deze jurk gehaald van LC Waikiki. Dat is echt zo'n poppenjurkje. Kijk, ik vond het wel echt leuk. Ja, ik heb deze gehaald in maat S. En ik denk, dit is gewoon lekker fijn, zo lekker luchtig. Want ik heb allemaal van die strakke jurken bij. Niet bewust, maar dat is gewoon wat ik als laatst heb gekocht en heb binnengekregen. Maar ik wil gewoon zo'n lekker zo'n losse jurkje voor op vakantie. En ik vond deze heel erg leuk.
voor de rest heb ik ook zo'n blouseje gehaald voor boven mijn bikini. Want ik had zo'n witte blouseje meer en dat vond ik gewoon echt heel erg fijn. En ik heb deze versie ervan gekocht. Met blauw met witte strepen. En deze is ook van LC Waikiki. En het kost echt geen drol hier. Dit is... even uitrekenen. 8 euro. En ik heb maat XXL, zodat hij gewoon lekker wijd zit als een jurkje. Van de Zara heb ik dit jurkje gehaald. Maatje S. Is ook echt zo'n poppenjurkje. Kijk maar, dat is de print. Ik vond hem echt gewoon heel erg leuk. Lijkt een beetje op een tafelkleedje, gaat Nessie vast zeggen. Maar ik vond deze leuk. Ik heb een jurk gekocht in de kleur lila. Ik heb deze ook in een andere soort kleur. Zo'n beetje zo'n kleur. Maar ik heb hem dus gekocht in lila. Ik heb hiervan een maatje M gekocht. Zodat hij niet echt heel erg strak op je lijf zit. Gewoon dat ik er een beetje in kan ademen. Maar ik vind deze jurk echt... Tenminste, ik vind deze kleur echt heel mooi. Het is eigenlijk echt een van mijn lievelingskleuren. Lila. Ik denk dat deze twee gewoon echt mijn lievelingskleuren zijn op het moment. En bij mij verandert het ook altijd. Ik heb voor de rest zo'n strappende jurk gekocht bij de Zara. Gewoon... lekker simpel. Zo'n strak plus jurkje. Ik zit over na te denken. Soms ga je gewoon even uit eten, maar weet je niet wat je moet dragen. Dan doe ik het gewoon even aan. Blazertje overheen en je bent ready. En ik heb hem ook gekocht in mijn lievelingskleur. Ik heb hem ook gekocht in de kleur lila. Zelfde strak plus jurk van de Zara. Voor de rest heb ik... bij zo'n lingeriezaak allemaal even ondergoed gehaald. Nieuwe ondergoed. En ik heb twee van die nachtjurkjes gehaald. Ik vond ze echt heel erg cute. En ze waren in de sale. Dus ik dacht, waarom niet? En ik ben nu ook op vakantie. Ik heb alleen maar één nachtjurkje mee. En het is echt heel erg benauwd hier. Dus ik dacht, ik haal gewoon van die nieuwe, lekkere, luchtige jurkjes. Ik heb deze. Ik vond hem echt heel cute. Dit is de print van dichtbij. Hij is echt heel erg fijn. Het is van katoen. En ik heb dezelfde in een andere print... vond ik ook echt heel erg cute. Ze komen zeg maar net echt boven je knie. Dit is de print. Love it. Oh, daar is die. Daar, ik film jouw trui alleen, Nessie. Oh. Een beetje overdreven hoor. Nessie is mee. Kijk, daar is bitch. Hallo. Kijk, M&M heeft daar een nieuwe jurk aan. Woo! Maar echt verschil. Ik heb net in de vlog gezegd dat ik dus twee strappers jurken heb gekocht. Maar hij blijkt dus niet strappers te zijn. Kijk maar. Hij heeft gewoon van die dunne bandjes. Dus ik heb iets gekocht wat ik niet wou. Maar ik vind het wel mooi. We hebben weer lekker chai. En we gaan Uno spelen. Ga jij delen, Nes? Ja. Leuk hoor, dankjewel. Drie keer raden wie er heeft gewonnen. De Mariama! Ik moet even naar Siem. Naar zijn kamer brengen. Want zijn energie is echt op, hè? Ja. We hebben 6 potjes gespeeld en dat vond hij wel echt genoeg. Ik ga hem even naar de kamer brengen en dan ga ik weer even naar beneden, naar M&M's. En dan gaan we weer even los op deze Turkse muziek hier. Yes, nightlife! Yeah! Maar is op plot. Oh, Hannes, wat is dit? Wat is dit? Pizza! Let's get low! 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 Wanneer de hele hotel aan het slapen is. Kijk, de legels wel. Kijk, wat wij besluiten om het laatste toetje te eten voor slapen. Anders kunnen we niet goed slapen. Wij zijn echt nachtdieren. Het liep wel gelijk, hè? Ja, gisteren omdat we het toetje hebben gegeten. We zijn geen slapen vallen. Vandaag weer. Oh. Oh, ik ben echt dronken. Dus ik ben weer op mijn kamer. Oh, Nes. Nes, niet bemoeien. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen. Dan ga ik lekker slapen. Ik heb er zin in. Oh, man. Oké, het was leuk om te vloggen. Tot morgen. Ik ben serieus kijken. Moet je eigenlijk nu mijn wang knijpen? Oh.
Waarom niet? Waarom niet? Lekker. Bedankt. Doei!